John, dit ligt vanaf morgen in de winkels. Dan wordt het gelezen. Jullie schrijven het ook op in de krant morgen. In de Telegraaf, groot artikel erover. Je hebt een interview met haar gehad ook. Wat zijn de consequenties, denk je, van dit boek en het verhaal wat zij hier vertelt? De juridische consequenties zullen niet zo heel erg groot zijn, verwacht ik. Er is door advocaten heel goed naar de inhoud van dit boek gekeken. Ook juist omdat natuurlijk Astrid ten koste van alles wil voorkomen dat het proces wat nu gaande is tegen haar boer, wat deze maand weer wordt voortgezet, op enige wijze belemmerd wordt hierdoor. Want dan zou ze natuurlijk een mooi boek hebben geschreven, maar niet het doel bereiken wat ze heel graag wil. Namelijk hem een levenslang geven. Maar andere consequenties, ja. Deze man zit misschien nu wel vanavond in zijn cel in de EBI naar dit programma te kijken. Die zal morgen of begin volgende week ergens van zijn advocaat dit boek in handen krijgen. Nou, ik kan je verzekeren, die blijft niet lijdzaam toezien. Die gaat hier op wat voor manier dan ook op reageren. En dat weet zij? Dat weet zij. En dan verwacht ik dat in eerste instantie gewoon vooral op juridische wijze zal zijn. Maar dit gaat hoe dan ook een vervolg krijgen. En wat dat vervolgens zal zijn, dat is volstrekt ongewis.